20 jaar geleden had ik nu alles al kapot geslagen. Dag Marit. Dag Wesley. We zitten hier met een zeer jonge poolkampioen. Ik ben begonnen in het café van mijn vader toen ik 13, 14 jaar was. Vanaf de boekentas aan de kant was, was dat toch 2 à 3 uur per dag constant spelen. Ik stel voor dat we starten met een spelletje 8-ball. Dus je hebt halve en volle ballen. Dat is de bedoeling dat je eerst je soort, de half of vol, eerst leeg speelt en dan mocht je de zwarte bal potten. Zoals het eigenlijk op café gespeeld wordt. Hey Joe. Hoe weten we wie er mag beginnen? Daarvoor is er de gekende lek. En dat is waarbij we heen en weer spelen. En de dichtste bij de topband mag beginnen. Iedere bal en we beginnen vanaf de... Van de headstring. Dat is de lijn. De lijn waar de witte bal ligt. Inderdaad. En degene die het dichtst is, mag breken. Oké. Okay. Tegelijkertijd beginnen? Ja. Ja. Jij mocht opgaan, ik leg de ballen, hè? Dus na de break heb je de keuze de halve of de volle ballen. Ja. Stel, jij kiest voor de halve en je maakt als eerste een halve bal, mag je verder spelen met de halve bal. Mm-hmm. Mis je bijvoorbeeld, kom ik achter, heb ik ook nog vrije keus. De break mag gespeeld worden van waar je wilt, achter de lijn. Achter de denkbeeldige lijn vanaf de stip. Ja, inderdaad. We gaan dat hier wat tactischer aanpakken, hè, Marit. Slim geprobeerd, maar ik ga even ingrijpen. Na de break is de bedoeling dat er minimum 4 ballen de band raken. Na de stoot. Dus eigenlijk is dit een foutieve break. Moritz, stel dat ik wit in een pocket speel of ik raak een van jouw ballen. Wat gebeurt er dan? Dan mag de tegenstander, krijgt die bal in hand, mag die de witte leggen overal op de tafel. Overal? Ja, enkel één uitzondering. Stel, je speelt je witte in na het opstoten van de pak. Ja, als de driehoek hier ligt, Dan komt de witte altijd terug achter de lijn. Er zit geen één ding. Ja, man, geen mist. Oké, Moritz. Laatste halve bal is daar in de middenpocket gepot. Ja. Bij ons vroeger in het café was dat dan tegenovergestelde. Dat wordt nog vaak gespeeld in cafés inderdaad, maar de officiële regels zijn eigenlijk dat je bij elke stoot opnieuw mag kiezen waar je de zwarte bal wil potten. Ja, maar dat is wel gemakkelijk, hè? Dat is inderdaad. Dus nu ga jij zeggen dat je die zwarte daar waarschijnlijk gaat inpotten. Ja, inderdaad. Maar we zijn nu al proficiat. We zijn het niet zo goed, Wesley. Uw witte is weg. Is erin, ja. Ja. Ik zal om te beginnen u vertellen, als je van op de zijkant breekt, dat je het beste in het midden van de eerste bal kan spelen. Dan heb je ook een goede spreiding en heb je wit onder controle. Zal wit nooit in de hoeken direct weg verdwijnen. Het is dus de bedoeling dat we posities spelen van bal naar bal. Dat je als je je bal maakt, dat je al positie speelt op je volgende bal. Hier heb ik een paar opties. Ik kan de bal laten doorrollen door hem bovenaan de witte te spelen. Iets boven het midden. Dan is er ook nog een tweede mogelijkheid, dat is om de bal te laten stoppen. Dat doe je eigenlijk door centraal te spelen, hier op de witte bal. En dan is er nog de mogelijkheid om die terug te trekken. Dat is onderin de bal. Dan speelt je eigenlijk deze zo. Maar stel dat ik je net in deze situatie snoeker heb gelegd, dan zou ik kunnen denken, hij gaat via twee banden, probeert de volle in te spelen en dan heb je zwart daar in de pok. Zijn er ook nog andere mogelijkheden? Je kan ook deze band gebruiken, dat is gewoon één band, losse band. Moeilijk in te schatten, maar dat lukt ook. En er is dan ook nog een derde mogelijkheid en dat is swerven. Dat is eigenlijk... Swerven. Swerven. Dat is eigenlijk rond de bal heen, dat je die gaat draaien. Ja? Zodat een stuk een makkelijke pot dat je die kan maken en klaar ligt voor zwart. Ja. Kan je dat eens tonen? Ik zal mijn best doen. We gaan wel een paar spelletjes spelen.
vind je eigenlijk van mijn niveau? Ik denk dat je een goede basisniveau hebt, maar eigenlijk zou ik dat moeten testen tijdens een toernooi. Allee, weer al een toernooi. Even geschrik misschien. Ik heb al eerst schrik van mijn vrouw, joh. Ik heb gehoord dat je in koppel spelen eigenlijk altijd om de beurt moet spelen, klopt dat? Ja, dus Scottish dubbel speel je eigenlijk iedere keer positie voor je medemaat. Als ik het goed begrijp, moet ik proberen een bal in te spelen en wit goed te leggen voor jou. Ja, inderdaad. Dan gaan we moeten sturen, hè? Dat zullen we doen. Volgende wedstrijd op tafel 6. Genet Meiskes, Brecht de Vos tegen Wesley Zonk en Moritz Lowrijs. Tos wordt gewonnen door Sonk Lauwerijns. Het is dat nu? Ja, ik weet het, maar ik vraag wel wat ik eerst moet doen. Hè. Kunt u 13 inspelen? Ja. Maar moet wel één voet op de grond houden. Oké. Okay. Ik ben maar een klein. Hè. Goed shot. Als ik blauw pak, ik laat rood terug liggen. Terwijl speelt je nu rood en komt je terug naar hier? Terugtrekken. Shot. Denk je dat het over is? Ik denk het wel. Dat is wel ver. Is dat mijn? Nu is dat nu. En moet daarin binnen? Die mag daar binnen. Dat moet lukken, hè. Goed best. Volgende wedstrijd, tafel 6. Noël Bruinhoven, Olivier Mortier tegen Wesley Zonk en Maurits Lauwerijns. Tos gewonnen door Lauwerijns Zonk. Maar dat kan dat toch niet? Misschien iets te zacht gespeeld. Eigenlijk daarnet had je je keu hier vast. En eigenlijk kun je die vooral hier aan de achterkant iets meer verder nemen. Anders zit je hier geblokkeerd. Dat is dat extra, hè? Dus jij breed, jij speelt er geen in en dat is gewoon dodelijk. 20 jaar geleden heb ik nu alles al kapot geslagen. Ja, zo is het gemakkelijk, hè? Ja, ja. Wat een goed, hè? Niet goed, hè, Wesley? Niet. Je ziet, missen is dodelijk, hè? Ja, en dat vind ik niet zo leuk aan dit spel. Moritz, een paar keer gewonnen, een beetje geluk gehad. Verloren natuurlijk ook. Wat vond je er eigenlijk van? Ik vond uw niveau eigenlijk best goed, ook vandaag. Trekt goed uw plan. Mm-hmm. Ik denk zelfs met training dat er veel meer in zit. Denk jij dat echt? Ik denk dat echt. Ik vond het fantastisch om met u mogen samen te spelen. Een geweldige kerel, echt waar. Ik meen het echt. En ik wens u superveel succes in de toekomst met de pool. Bedankt. En jij ook.